Hoi, welkom bij een nieuwe video. Ik heb mijn april boekhaul video vandaag voor jullie en het is echt mega veel. Ik heb redelijk wat zelf gekocht, maar er zitten ook wel weer leesexemplaren van mijn werk en recensie-exemplaren voor mijn blog bij of nou ja, voor video's. Dus het is echt heel erg veel, maar wel heel erg veel gave boeken. Dus ik ga gauw met jullie bespreken. Je ziet al, ik ben ook al boeken bovenop mijn kasten aan het zetten, want het is een beetje veel. Ik heb ook al wel heel veel boeken de laatste tijd weggedaan hoor. Weggegeven en op mijn werk achtergelaten voor collega's. Maar ja, als ik zie wat er nu weer hier ligt, dat was denk ik niet het aantal wat ik heb weggedaan. Dus nou ja, veel lezen en weer doorgeven, bij wijze van spreken. Maar er zit ook heel veel bij die ik wel heel erg mooi vind en gewoon wil houden. Ik zal eerst laten zien welke ik gisteren op mijn werk heb gekocht. Witches Steeped in Gold van CNN Smart. Deze kwam binnen nieuw gisteren en ik was meteen, nou ja, die cover, dat deed het hem. Ik heb hem gewoon gekocht. Dus ik ga niet van elk boek vertellen wat het precies behelst of waar het over gaat, want daar is het echt te veel voor. Ik kocht ook The Song of Achilles van Madeline Miller. En als jullie waarschijnlijk veel BookTube video's kijken, kennen jullie deze wel. En Jade City van Vonda Lee. Die heb ik ook gekocht. Voor de maand mei, mijn boekhol, heb ik straks ook alvast een beginnend stapeltje. Want er ligt op mijn werk nog wat klaar. Even kijken. Via mijn werk ontving ik Laat de wereld achter van Rumaan Alam. Deze. Naar aanleiding van een klant die hierover begon. En een aantal die keer dat ik hem verkocht. Dacht ik, hey, nieuwe titel. Loopt al goed. Ben heel erg benieuwd. En nou ja. Toen heb ik hem opgestuurd gekregen van Ambo Antos. En van Meulhof ontving ik Dagboek uit Bergen-Belsen van Renata Lacour. Nou, ik heb het al een keer in mijn vlog ook gezegd. Oorlogsverhalen, alles over de Tweede Wereldoorlog vind ik heel interessant. Lees ik graag over, omdat ik er gewoon heel veel over wil weten. Verhalen van mijn opa destijds, die ik altijd nou ja, vroeg of hij nog wat erover kon vertellen. Ik vind dat gewoon heel erg interessant. Dus toen deze binnenkwam, was ik heel erg blij om die een keer te gaan lezen. Wat ik zelf nog kocht, The Bone Season van Samantha Shannon. Nou ja, ik had gewoon die dag op mijn werk zin om boeken te kopen. En nou ja, deze werd gekocht. En dit hele schattige kleine boekje van Rutger Bregman. Wat maakt een verzetsheld van de correspondent? Deze is niet via bol.com als fysiek boekje te krijgen. Rutger Bregman heeft die echt puur voor de boekwinkels gepubliceerd. Het is echt een heel schattig dun boekje. Maar die wilde ik heel graag lezen. Dus die heb ik gekocht. En die gaat zeker op de stapel voor mijn TBR voor mij. Want je hebt hem natuurlijk zo uit. Ik kreeg op mijn werk nog Leugenaar. Een thriller van Xander Uitgeverij. Geschreven door Charlotte Link. Dit is echt huge. Echt een dikke pil. Ik vind dit echt zo'n boek voor de zomervakantie. Dus die zal nog eventjes op de stapel blijven liggen. Ik ontving gisteren met de post voor mijn blog Let Goed Op. Een verhaal in 10 stappen van Jason Reynolds. En via mijn werk, deze was voor het boek van de maand, hebben we deze gelezen. Alleen heb ik hem nog niet gelezen, want we hadden die maand echt heel erg veel. Meneer Wilder en ik van de Bezige Bij, geschreven door Jonathan Coe. Maar is niet heel erg dik, dus ik ga hem wel nog binnenkort lezen. Want nou ja, we verkopen hem ook gewoon in de winkel, dus wil ik ook een beetje weten waar het over gaat. Het dagboek van Gertie van Bertrand Santini van Beckens uitgeverij, een kinderboek, kreeg ik binnen om voor Thomas nou ja, te gaan lezen. En via mijn werk voor Boek van de Maand, Schimmen, een roman van Dolly Elderton, heb ik nog niet gelezen. Zoals ik al zei, we hebben elke maand eigenlijk wel meer boeken dan dat je soms kan lezen als je het erg druk hebt met werk. Maar deze ga ik zeker nog lezen. Mijn collega had hem al wel gelezen en die zegt een beetje, doet een beetje aan als Bridget Jones. Nou, dat vind ik wel heerlijk om lekker doorheen te, nou ja, te vliegen als het ware. En ik vind hem ook wel echt heel erg leuk. Eruit zien als cover. De volgende stapel. Deze kreeg ik opgestuurd naar mijn huisadres voor mijn blog. De Geest en het Meisje van Lucy Strange. Een kinderboek, maar wel een spannend kinderboek. Deze ga ik zeker lezen in mei, want deze trok mij meteen de cover. Het verhaal, het speelt zich af in 1899 en nou ja, met geesten dus blijkbaar. Dus leek me heel erg spannend. Op mijn werk lag nog klaar voor mij Sneeuw, een roman van John Benville van Querido uitgeverij.
Van HarperCollins lag er nog een thriller, Hoogzomer, van Kim Faber en Johnny Pedersen. Dat was op mijn werk. Deze heb ik zelf gekocht. A Tangle of Spells van Michelle Harrison. Het derde deel in de Pinch of Magic trilogie. Ik heb alleen het eerste deel gelezen, maar kijk die cover. Echt zo gaaf. Ik vond deel 1 echt fantastisch. Dus deel 2 en 3 ga ik ook zeker lezen. Maar nou ja, wanneer, dat weet ik nog niet precies. Daar plakt hier iets. Ik kocht ook op mijn werk onlangs Rebecca van Daphne du Maurier. Nou, een klassieker. Ik heb hem ooit vroeger wel eens een keer gelezen. Maar dat is echt middelbare schooltijd. Ik heb pas een Virginia Woolf classic gelezen. En ik wil heel graag weer wat meer classics gaan lezen. En deze stond hoog op mijn lijstje om weer een keer te herlezen. Dus ik denk, ik neem hem mee. You Should See Me in a Crown van Leah Johnson. Een middle grade heb ik ook op mijn werk gekocht. Stond ook al een tijdje op mijn te kopen lijstje. Naar aanleiding van BookTube. Dus ik dacht, ik neem hem nu maar een keer mee. Dan kan ik hem een keer pakken wanneer ik er zin in heb. Deze kocht ik ook. Love in Color van Bolu Babalola. Ook een prachtige cover. Mijn collega had deze al gelezen en had hem, goede review gegeven. Goed aantal sterren. Dus toen dacht ik, ja, ik wil hem ook een keer lezen. Dus ik neem hem alvast maar mee. Thuis gestuurd kreeg ik 2 voor mijn blog. Zacht op lachen van Malou Holshuizen. Ik heb deze al gelezen. Geweldig. Ook perfect voor kinderen op de middelbare school. Die iets moeten lezen voor hun Nederlandse leeslijst. Dit is echt een heel goed boek. Het leest heel fijn weg. Er zit humor in. Er zit tragiek in. Het is aangrijpend. Het is echt, echt een heel goed boek. En deze kreeg ik ook nog van uitgeverij De Fontijn. Vergif van Jennifer Donnelly. Dit is een retelling van Sneeuwwitje. Ja, dus die moet ik nog wel lezen wanneer ik er tijd voor heb. Even zien. Ik heb zelf gekocht Unsinkable van Lotte van den Noord. Deze zie je nu op Facebook echt overal. Op BookTube, Instagram. Echt een hype op dit moment. Ik heb al eerder een keer een boek van haar gelezen. Ik zag dat ze die weer opnieuw gaat uitbrengen onder een andere titel. Die vond ik erg goed. En dit is een soort van Titanic-achtig retelling, hertelling, vertelling, hoe je het ook wil noemen. En ik was hier heel erg benieuwd naar, want lovende recensies. Dus ik wil dan ook heel graag weten wat ik ervan vind. Dus deze ga ik zeker in mei lezen. Dat zeg ik met heel veel boeken. We moeten maar gaan zien wat er van komt, maar ik hoop het. Deze kocht ik ook op mijn werk, maar echt vanwege de cover. En Gavin Hetherington, mijn favoriete booktuber, had hem ook gelezen. Vond hem geweldig. Ja, The Headmakers. Kijk nou, hoe fantastisch. Ik vind hem echt zo gaaf. Van De Vier Windstreken kreeg ik deze 2. Heb ik ook allebei al gelezen. Van Klein tot Groot, Rosa Parks en Astrid Lindgren. Ja, ik vind dit hele leuke kinderboeken, prentenboeken. Perfect voor jonge kinderen om een beetje voor te lezen. En ze te vertellen over krachtige vrouwen uit de geschiedenis. Het is een hele leuke serie. En dit is de nieuwste en deze was daarvoor uitgekomen. Dus die heb ik ook al op mijn blog besproken. Maar had ik dus ook deze maand binnengekregen. Voor mijn blog. De Overlevende. Een roman van Alex Schulman. Is niet zo heel erg dik. Dit schijnt een fantastisch boek te zijn. Wij gaan deze ook lezen voor Boek van de Maand. Dus deze moet ik in mei lezen. Ja, het klinkt veelbelovend. Kijk eventjes online naar de omschrijving hiervan. Maar het lijkt me echt een prachtig verhaal. Ik heb hem al voor mijn blog gekregen. Dus ik kan hem al fysiek gaan lezen. Wanneer ik er in mei tijd voor heb. Oh, ik heb het zo druk. Wolfzomer. Die kreeg ik ook thuis gestuurd volgens mij. Ja, een thriller van Cargo uitgeverij. Van Rosenveld, Hans Rosenveld. Nou, het ziet er wel heel stoer uit. Een beetje zo'n mannelijke thriller. Mannen pakken dit soort covers vaak in de winkel. Maar het bedenken van The Bridge, dat is natuurlijk een mega populaire serie. Dus ik hoop dat dit ook weer een fantastische thriller gaat zijn. Deze kocht ik zelf. Normal People van Sally Rooney. Wilde ik al een hele tijd lezen. Ik had hem in mijn hand op mijn werk. Ik denk, heb ik hem nou al gekocht? Ik wist het gewoon echt niet meer. Ik ben mijn boekenkast een beetje globaal doorgaan. Ik kon hem niet vinden, dus volgens mij heb ik hem nog niet gekocht. Nu wel. Dus ook een hele bekende die vrij populair is. En vind ik gewoon dat ik gelezen moet hebben.
Deze kreeg ik ook thuisgestuurd. Reis door de nacht van Anne de Vries. Mijn moeder, ik vroeg een tijdje geleden op de app een keer van welk boek heeft hele grote indruk op jou gemaakt. Toen zei ze dus Reis door de nacht. Dit is dus al een boek van al flinke tijd geleden. Een oorlogsverhaal voor kinderen. Maar ook prima te lezen door volwassenen. En dit is dus al de 35ste druk. Komt uit 2000. 2000? Mijn moeder heeft hem toen nog gelezen. Nou ja, het zou kunnen. Dus de 35ste druk, dat zegt wel wat. Dit boek is dus echt wel, nou ja, een heel bekend, populair boek. En ik wilde hem gewoon lezen. Het is wel een dikkerd, met ook kleine lettertjes. Dus ik weet niet precies wanneer ik aan toe ga komen. Maar misschien ga ik dit een keer daarnaast lezen. En zet ik er gewoon geen haast achter. Maar pak ik hem gewoon er af en toe even bij. Ik ben er nog niet hoor. Op mijn werk vond ik, nee, lach voor mij, een vooruitleesexemplaar van Duisternis tussen ons van Rolf en Molly Björlind. Een thriller van A.W. Bruna. Nog een thriller, De Pop van Irsa Sigurdardottir van Cargo Uitgeverij. Ik heb van deze auteur, heb ik van haar al Vortex gelezen. En volgens mij twee. Ik heb ook een keer één zelf gekocht, die heb ik nog niet gelezen, ligt nog in de kast. En dit is de nieuwste. Ik vind het echt een hele gave cover. Clara en de Zon van Kazuo Ishiguro. De winnaar van de Nobelprijs voor de literatuur in 2017. En nu ook volgens mij genomineerd voor de Libris Shortlist. Dacht ik. Leesexemplaar. Dus om te lezen. Duidelijk. Deze kreeg ik ook opgestuurd via mijn werk. De Moord op Windsor Castle van S.J. Bennett. Een roman. Ik vond dit echt een geweldige cover. Echt Hare Majesteit de Queen onderzoekt. Nou, heerlijk. Met zo'n leuk hondje erbij. Nou, ik vond het echt fantastisch. Dus ik moet hem nog lezen, maar heeft nu al een streepje voor puur vanwege de cover. Middernachtbibliotheek van Matt Haig van Lebowski. Dit is ook een boek die we gaan lezen in de maand mei. Voor boek van de maand. Dus die leg ik apart. Deze kreeg ik via mijn werk. Ja, De Camino, een literaire thriller van Anya Niwira. Deze. Hele vrolijke gekleurde cover. Oh man, ik moet het ook allemaal opruimen straks. Laatste stapel. Deze kreeg ik via mijn werk. Het Eva-complex van Jeroen Windmeijer en Jacob Slavenburg van HarperCollins. Hele gave cover. Thriller. Ik heb eerder iets van Jeroen Windmeijer gelezen. Vond ik echt heel erg goed. Vaak zit er ook heel veel geschiedenis in verwerkt. En nou, dat maakt het wel echt heel interessant. Dus deze staat hoog op mijn te lezen lijstje. Maar ja, mijn stapels zijn ook heel hoog. Dus dat zegt nog niks. Het tweede deel in de Spiegelpassante serie. De Vermiste van Maneschijn van Christel Dabau. Eerste deel heb ik gelezen. Anderhalf jaar geleden ongeveer. Vond ik heel interessant. Was wel een boek waar ik me echt op moest focussen. Want er gebeurde echt heel erg veel. Maar ik wil wel heel graag verder lezen. Dus deel 2 heb ik inmiddels ook in huis. De Held van Fabel van Scott Reintgen. Van Moon Uitgeverij. Deze kreeg ik voor mijn blog. Gaat een kinderboek over een wereld dat je leeft in boeken. Daar ging het over. Dus het klinkt wel echt fantastisch. Dus die leg ik ook voor de maand mei op de stapel. Ik moet in mei volgens mij maar in lockdown gaan of zo. Dat ik echt non-stop kan lezen. Want anders ga ik het nooit redden. Deze kreeg ik thuis gestuurd. De Schaduwkoningin van de Crime Company kreeg ik die van Marianne en Theo Hoogstraten. Heb ik ook meerdere boeken al van gelezen. Het zijn vaak een beetje historische romans met familiebanden die, nou ja, overlappen, in elkaar, nou ja, verbinden, geheimen. Altijd wel heel interessant. Dus die ga ik ook binnenkort lezen. Tommy Niese, Kastanjehoven, een roman van Ambo Antos. Deze leek me echt fantastisch. Ik vind sowieso boeken waarin humoristische bejaarden worden weerspiegeld. Ja, ik hou daarvan. Ik vind dat echt hilarisch. Dus ik was heel erg benieuwd naar deze. En ik denk, hij is niet heel dik. En ik denk dat ik hier doorheen vlieg. Dus ik denk dat ik hem op de stapel van de mei TBR ga leggen. Nou, deze moest ik gewoon hebben natuurlijk. Hildes Droom van Marie Lambal. Een roman van de boekerij. Voor, nou ja, wordt ook neergezet als voor de lezers van Lucinda Riley, Corine Boman. Het is een serie. Dit is deel 1. Ja, wel een heel sfeervolle cover. Ja, met mijn naam. Dan moet ik die toch lezen. Dan heb ik nog Harlan Coben.
Win, een thriller. Ik ben gek op Harlan Coben. Ik hou van zijn humor. Ik hou van zijn cynisme in de boeken. Ik heb meerdere thrillers al van hem gelezen. Ik moet zeggen, de laatste 2-3 jaar al niet meer. Misschien zelfs al langer. Maar nieuwe, zeker. Sign me up. Ik wil deze heel graag lezen. En dan de laatste, die ik zelf kocht. Al voor de tweede keer, want de eerste heeft mijn dochter ingepikt. Bijzondere verhalen. 20 bijzondere meisjes die de wereld hebben veranderd. Dit mooie prentenboek. Kost maar 10 tientje. Echt een aanrader. Want er staan echt prachtige platen in. Over ook, nou ja. Oh, mijn bonnetje valt eruit. Nou, een beetje ook. Dus net als van klein tot groot. Belangrijke vrouwen uit de geschiedenis. Marie Curie. Ja, die platen, die vind ik echt zo ontzettend mooi. En mijn dochter, die zag dit, die heeft hem meteen ingepikt. En die leest geregeld nu een hoofdstuk over zo'n vrouw. Ja, en zo leer je op die manier toch vrouwen uit de geschiedenis kennen. Ook nou, Frida Kahlo, die hebben we natuurlijk de laatste paar jaar veel vaker al gezien. Maar er zitten ook vrouwen bij waar ik dus nog nooit eerder van had gehoord. En wat dit boek wel heel bijzonder maakt. Nou ja, de titel zegt het al, bijzondere vrouwen. Dus als je een keer 10 euro goed wil besteden, deze. Echt een aanrader. Nou, dat was mijn boekhaul voor de maand april. Het is echt een mega berg. En dan moet ik alles weer gaan sorteren op eigen koop gekochte boeken. Die gaan in de kast meteen, want die hebben geen voorrang. En alle recensie-leesexemplaren, die moeten weer op mijn karretje. Die bijna instort vanwege het gewicht. Dus ik moet even wat gaan bedenken. Maar in ieder geval ben ik wel heel erg blij met alle gave boeken. En het regent nu buiten, dus het is ook perfect om lekker te gaan lezen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vonden jullie het leuk, mag je altijd een duimpje omhoog doen. Reacties vind ik altijd leuk. Abonneer je gratis als je wat meer boekenvideo's wil zien. En tot de volgende keer.